Breda Nu. Je weet het meteen. Ja, hartelijk welkom allemaal op een, wat mij betreft, echt een hele feestelijke dag. Want ik mag het museale concept presenteren, zoals dat met een heel mooi woord heet. We hebben onderzoek gedaan van wat zijn de mogelijkheden van de bestaande gebouwen. En dan kom je er toch gewoon op uit dat het gebouw aan de Bosstraat, waar nu Motor nog gevestigd is, echt het meest geschikte gebouw is om als museum in te richten en dat de plaats te laten zijn van het nieuwe museum. Dit is dus echt het eerste startpunt en we gaan echt met heel erg veel energie door. Want als het nu eruit ziet, 25 maart 2017 zijn, maar de nieuwe organisatie, die staat er. Daar hebben we ook altijd onze bereidheid toe uitgesproken. En eigenlijk is sinds het aantreden van het nieuwe college die handschoen ook echt op een goede manier opgepakt. En hebben wij met onze volle steun dit nieuwe concept kunnen neerleggen. Waarin zowel de oorspronkelijke en nogmaals hoogwaardige identiteit en kwaliteit van het Moti in terugkomt. Maar tegelijkertijd ook iets nieuws wordt gemaakt in combinatie met erfgoed. Niet door twee dingen eenvoudig samen te voegen, maar door echt te pogen toegevoegde waarde te realiseren. Erfgoed, zowel erfgoed als beeldcultuur, veel dichter bij elkaar staan dan we dachten. En op die manier gaan we eigenlijk dit museum inrichten. We hebben eigenlijk de opdracht gekregen ook van de gemeente van we willen een museum voor Breda, van Breda. Maar ik denk dat waar we op uit zijn gekomen, dat we vooral een museum maken wat we met Breda gaan doen. Dus de Bosstraat op dit moment is de hoofdlocatie, hè, waar Moti nu zit. En we gaan die voor die themapresentaties die jaarlijks zullen plaatsvinden, gaan we de bovenste drie zalen gebruiken. Dus dat is een flinke ruimte. En die willen we dus ook met partners in de stad ook gaan invullen. Dan heb je ook daarnaast heb je op de locaties er in de stad zullen er ook dingen gebeuren die zeg maar, aan die thema's zijn gekoppeld. Dus je moet je voorstellen, het is eigenlijk zo'n thema krijgt ook een beetje een festivalachtig karakter. En dan hebben we eigenlijk de drie onderste zalen daar proberen we in de opzet de vaste opstellingen te maken. Ik onderschrijf die visie die zich nu ontwikkelt, die onderschrijf ik van harte. Ook de manier waarop het denken nu begint vorm te krijgen over de locaties. Hè. Net is al gezegd van het huidige gebouw aan de Bosstraat. Dat is de hoofdlocatie, want ja, daar zitten de best geoutilleerde museumzalen in. Maar juist in de verbinding met de locaties in de binnenstad, hè, waar ook juist die erfgoedthema's zo aanschouwelijk zijn en zo interessant te verbinden zijn met elkaar, denk ik dat in dat samenspel, Mieke noemt het al een netwerkmuseum, maar in die optelsom krijgt Breda, denk ik, een niet te versmaden propositie. Nou, als straks die internationale trein hier regelmatig stopt, dan heb je volgens mij echt iets heel aantrekkelijks om vanuit het station de binnenstad in te gaan en ook bij het museumgebouw aan de Bosstraat te komen.